Hi Maarten, je bent Verleer, zit al een heel aantal jaar bij Leer. Vanaf het begin. Vanaf het begin, je bent co-founder samen met Raimo en met Claire. En jij bent de enige die nog werkt en je bent nu naar New York vertrokken. Zie jij de verschillen? Jullie werken veel met uitgevers. Zie je veel verschillen tussen de Nederlandse uitgevers, hè? De Sanoma's, TMG? Sanoma is natuurlijk niet echt Nederlands, maar goed. En zeg maar Amerikaanse uitgevers. Wat is daar het verschil in? Meeste impact, of het grootste verschil is de grootte van de markt. En het besef daarvan. En dat betekent dus dat er veel grotere bedragen zijn waar je het over hebt. Dus de advertenties brengen meer op. De projecten die ze eromheen doen brengen veel meer op. En ze kunnen veel meer bewegen, maar als ze gaan bewegen. Want er zijn zoveel belangen mee gemoeid. En dat, ja, dat zijn toch wel de grootste verschillen. Dus. Je ziet bij veel uitgevers dat ze toch heel erg bij de oude media blijven, dat ze niet snel innoveren. Is dat in een land als Amerika anders? Hebben ze daar meer ruimte voor of zijn ze flexibeler? Wat merk je daarin? Ik heb sowieso geleerd om niet meer te vergelijken, want het is gewoon anders in onze twee landen, Amerika en Nederland. In Amerika, zeker de grote bladen weer, ook omdat het zulke grote belangen zijn. Dus die hebben grote digitale belangen wat betreft de tablet version, wat betreft de websites. Grote audiences, heel veel geld wat daarmee omgaat. En ja, ik ken de Nederlandse uitgeverwereld niet eens zo goed wat dat betreft. Want hier ben ik nu heel erg in de trenches. Maar ze doen het hier wel zeker goed. En dat is wat ik hier geleerd heb, is dat de uitgever die weet wie zijn audience is. Die weet wat hij ze kan bieden. Die maakt een goede business, ongeacht welk medium, welk kanaal hij gebruikt. En die kan daar ook mee spelen en dansen. En dat doen ze hier zeker heel erg goed. Als je kijkt naar Nederland, is het hoofdkantoor van Leer. Hoe belangrijk is Nederland verder als markt, als uitgeversmarkt voor Leer? Onze hoofdmarkten zijn Amerika, Engeland, Duitsland, ook in Frankrijk zijn we erg actief. Nederland is heel erg belangrijk geweest in het begin met name, omdat we daar de eerste tests hebben gedaan met Linda, VPRO-gids, Playboy heeft schitterende dingen gedaan met hun cover, ANWB ook. Dus in die zin is dat een heel belangrijke markt. Maar als je kijkt in aantallen, dat zijn met name de internationale markten waar het gebeurt. En waar we ook de resultaten zien. Klein voorbeeld, 17 Magazine. 2,2 miljoen tienermeisjes die dat lezen. 220 pagina's waren lit up, hè, verlicht letterlijk met Leer. In de September issue, honderdduizenden gebruikers hadden die. En dat soort aantallen, heerlijk om dat te hebben. En om onze Leer use case, business case, in echte resultaten te zien. En dat is van belangrijk, of dat is heel belangrijk, dat je dus kan laten zien van wat mensen eruit halen. Jullie zijn ook in Canada, zijn jullie actief? Ja, in Canada zijn we ook erg actief. Leer daar werkt met name met local news publishers, dus lokale nieuwskranten, community newspapers. En dat is een mooi voorbeeld van wat wij dan zien als een high volume, low cost ad business. Daar gaat het natuurlijk om. Plus de effectieve content, de lokale content die niet gecoverd wordt door de grote uitgeverijen en instituten bijna zoals een Google. Die hebben een hele goede markt wat betreft, als jij een lokale restauranteigenaar bent, dan is de lokale krant het beste kanaal. En nu als je dan voor $100 extra je telefoonnummer erbij kan hebben, direct via je telefoon kan en click the call kan doen om een reservering te doen, dan wel een video van hoe leuk en gezellig het is van binnen, dat doet iedereen. Dus Glacier Media bijvoorbeeld heeft net gezegd dat ze $7,5 miljoen extra gaan verdienen door Leer, zonder dat ze extra mensen hebben aangenomen, alleen maar puur door het gebruik van onze software en die add-up cell die ze doen. Dus hier in Europa, ja, die resultaten, ja, heel gek, we zijn een bedrijf, dus ja, we zijn er erg blij mee, ja. Als je kijkt naar de toekomst, wat kunnen we van Leer verwachten? Is dat meer, gaan jullie verder in techniek, voornamelijk op techniek focussen? Of gaan jullie meer juist business-wise uitrollen, waar jullie meer van dit soort cases, zoals jullie in Canada hebben, eigenlijk naar buiten rollen? Waar ligt de focus op? Innovatie dus, of meer... Innovatie zou ik het niet willen noemen, maar wel gebruikersoptimalisatie. Augmented reality of interactieve print, zoals wij het nu noemen. Dat is eigenlijk die subset voor de printmarkt.
ja, daar is altijd optimalisatie voor nodig. Want het moet nog makkelijker, nog sneller, et cetera, et cetera, et cetera. Dus daar blijven we op hameren om ervoor te zorgen dat de gebruikerservaring. Want mijn moeder zegt van, nou, het was zo makkelijk, ik heb ervan genoten. En dat moet iedereen kunnen zeggen, continu als de layer gebruiker. Dus daar werken we heel hard aan. Aan de andere kant geldt hetzelfde eigenlijk voor de businesses. De businesses moeten echt zo makkelijk onze technologie kunnen toepassen. En dat doen ze al. Wij zijn de meest makkelijke innovatie voor uitgevers om toe te passen. Zoals net dat Canadese voorbeeld, zonder extra mensen die zoveel extra kunnen verdienen. En daar willen we alleen maar meer marketing voor doen, meer services voor oprichten, zodat mensen dat heel makkelijk leren kunnen toepassen. Je hebt net een sessie gedaan over wearables. We krijgen natuurlijk heel veel nieuwe producten op de markt. De bekendste is ongeveer wel Google Glass natuurlijk. Ja. Dat wordt vaak in één adem met augmented reality genoemd. En jij hebt wel eens gezegd van ja, nee, dat is eigenlijk niet helemaal augmented reality. Maar zit daar wel de toekomst in voor een layer? Of het nou augmented reality heet of niet? De toekomst voor layer momenteel is in de mobiele telefoon. Daar zijn er een miljard van in de wereld nu, waar layer op draait. Glass, Google Glass bijvoorbeeld, er zijn er een paar duizend van. Dus in de verre toekomst gaat dat zeker, onze platform gaat er zeker mee samenwerken, in mee geïntegreerd worden. Op de korte termijn is het de mobiele telefoon waar we ons richten. We hebben zelf wel Google Glass, layer draait erop. Zelf krijg ik mijn Google Glass over een maand. Ik kan niet wachten, want natuurlijk elke nieuwe gadget wil ik graag hebben. En we zullen zien hoe verder dat zal zijn. Maar het gaat in eerste instantie omdat de massa het product heeft. Iedereen heeft een tv, iedereen heeft een mobiel. Laten we daar als eerste goed in investeren. Oké. Laatste vraagje. Jullie zijn eigenlijk in Nederland wel de bekendste start-up. Hè? Die eigenlijk een droomvoorbeeld, misschien wel voor heel veel start-ups in Nederland. Hoe jullie eigenlijk internationaal zijn uitgerold en eigenlijk ook de spotlights hebben gepakt van de media. Wat voor tips heb je nou voor Nederlandse start-ups die ook zeggen van, nou, we hebben misschien wel een heel ander product, maar we willen eigenlijk diezelfde droom waarmaken zoals Layer dat heeft gedaan? Ja, ik vind dat heel moeilijk als mensen hun perceptie delen over Layer. Ik ben altijd heel blij ermee natuurlijk. Wat ik me heel goed kan herinneren, zeker in die eerste dagen toen men Layer zag en zo omarmde wat betreft pers, wat betreft VC's en al dat soort dingen, is dat we, als wij eens dachten over wat gaan wij doen, wat willen we nou, ik stelde me voor dat ik op de maan zat en de hele wereld bediende met iets. En dat iets was dan Layer. En wat was dat dan specifiek? En zo kwamen we op de producten. En dus denk absoluut niet alleen naar die Nederlandse markt van wat is het, 20 miljoen mensen. Want echt de hele wereld zit vol met mensen die allemaal dingen kunnen doen waar jouw ideeën goed kunnen landen. En ik zit nu een jaar in Amerika. Ik geniet zo van de massa's, de uitgeverijen waarmee ik werk, die zij bereiken en waar wij ook nu toegang toe hebben. Echt, zo, het Layer is nu een installed base van 35 miljoen, 10 miljoen hier in Amerika. Heerlijk om dat te hebben. En ja, dat moet iedereen ook willen, denk ik. Wat zijn de volgende continenten die jullie gaan veroveren? Er zijn natuurlijk wat opkomende continenten, zoals Zuid-Amerika wordt veelvuldig. We hebben genoeg werk aan de huidige continenten. Okay. En natuurlijk zijn er van Azië en Zuid-Amerika hartstikke goed. Maar laat ons eerst goed, heel goed, onze categorie tot onuitwisbaar maken, omdat het zo sterk is. Als je dat nou zegt, hè, je zei net van je moet verder kijken dan de Nederlandse grens. Moeten dan de starters ook niet denken van laten we eerst nou maar eens een goede business case bouwen in Nederland. En dan pas over de autobaan gereden in Duitsland of naar Amerika? Ja, dat is altijd moeilijk altijd. Ja. Ik kan wel zeggen heel makkelijk van denken heel groot. Layer Vision, hè, dus deze laatste permutatie van Layer op print, is juist sterk geworden omdat we ons hebben beperkt in eerste instantie tot de Nederlandse markt. We hebben heel veel geleerd met Linda en al die andere titels die ik net noemde. En dat was heel duur geweest als we dat direct in Amerika hadden uitgevoerd. Als ik nu een bedrijf zou starten van scratch, zou ik heel serieus overwegen om dat in Amerika te doen. Waarom? Want daar heb ik, wat is het, een paar honderd miljoen als markt heel snel tot mijn bereik. Hè. Daar kan ik iets mee doen. Sowieso ook de fundingmarkt is veel meer geëvalueerd dan in Nederland. Aan de andere kant, het is wel ook moeilijker om daar doorheen te breken, want je hebt zoveel anderen. Dus er zijn pros en cons. Maar als je eenmaal een beetje tractie hebt, is het zoveel fijner om in een grote markt te zitten dan in een Nederlandse markt. Want stel het gaat goed in Nederland, ga dan maar inpakken en verhuizen naar Amerika. Dan moet je al je oprichters inpakken, je moet al je trouwe goede medewerkers die ervoor zorgen dat je technologie zo goed gaat met je inpakken. Dat gaat niet zo makkelijk. Dus ja, het is natuurlijk niet zo makkelijk.
Maar ja, kijk wat voor jou het beste is en of je zelf inderdaad, begin bij jezelf, kijk of je zelf ook zou willen gaan. Oké, dankjewel.